democratisch informatiesysteem ligt hier heel veel over elkaar heen. Hè. Je hebt een ondergrond, dat is het actueel hoogtebestand Nederland. Dat is een digitaal hoogtebestand waarop je heel mooi de stroomgordels uit de Romeinse tijd ziet. Ja, en dan liggen er in lijnen allerlei reconstructies overheen van oude rivierlopen. Die hebben we zelf getekend op basis van wat we onder andere dus op dat actueel hoogtebestand zien. Ja, verder zie je deze stipjes, dat zijn grondboringen waarin archeologische indicatoren zijn gevonden. Dat kan aardewerk zijn of houtskool. Op basis daarvan zijn in het verleden door een archeologisch bureau deze contouren van nederzettingen gereconstrueerd. Zoomen we in. Hij wordt straks weer scherp hoor, hij is nu even onscherp. Nou, dan zie je, zijn we ingezoomd op één nederzettingsterrein, waarvan de contour dus hier is gereconstrueerd op basis van grondboringen. Je ziet ook dat we op een hoog deel van het actueel hoogtebestand zitten, want hoe bruiner, hoe hoger het terrein gelegen is. Je ziet hier een aantal vakken waarin oppervlaktevondsten zijn verzameld. Al die stipjes, dat zijn oppervlaktevondsten van de veldkartering. En dit is onze proefsleuf van een paar maanden geleden. Die snijdt dwars door dat nederzettingsterrein heen, tot in de rivierbedding. Dan maken we hem even groter. En dan wordt hij straks weer scherp. Ja, dan zie je dat je hier gewoon midden in een gebouwplattegrond zit. Hier waarschijnlijk met een tussenwand. Goede breedte voor een mooie woonstalhuis, zoals dat heet. Uit de tweede eeuw wellicht. Dat gaan we allemaal nog uitwerken. Want de kunst is straks natuurlijk dat we de vondsten die we keurig op nummer hebben verzameld gaan koppelen aan bijvoorbeeld deze greppel of die. En daarmee ga je waarschijnlijk dit gebouw nader dateren.